Ik ben heel wat wenkbrauwharen verloren, maar die oranje kleur die ging er niet vanaf. Hoi, welkom bij de likes en dislikes van de maand september van het jaar 2017. Ik heb weer een hele mooie verzameling van producten die ik je wil laten zien. Van producten die ik heel erg goed of juist helemaal niets vind. Van producten die ik afgelopen maand geprobeerd heb, die ik daarna ben blijven gebruiken omdat ik ze zo ontzettend fijn vond. Of producten die in mijn speciale bakje gingen voor de likes en dislikes video, die ik gelijk heb weggelegd, dat ik gewoon niet meer naar wilde kijken omdat ik ze helemaal niks vond. Sorry, ik heb echt een bad hair day of een dag dat ik gewoon niet weet dat ik met mijn haar aan moet. Dus ik ga proberen er niet te veel aan te zitten, maar ik kan me zo aan ergeren als ik net een plukje zo even zo heb gedaan of zo. En dat ik de hele tijd aan het praten ben en dat ik het niet door heb. En dan ben ik aan het editen en dan zit ik echt van, oh nee, wanneer houdt het op? Wanneer doe ik maar weer goed? Ik moet zeggen dat dit jaar eigenlijk niet zo'n heel goed jaar voor mij was. Laatste maanden zat ik niet zo lekker in mijn vel. Daar ben ik ook wel open over geweest op YouTube. Het was gewoon allemaal heel erg rustig en stil. En de afgelopen weken eigenlijk heb ik echt weer heel erg veel leuke dingen gedaan. Was ik weer helemaal lekker in mijn hum. En ja, merkte ik gewoon dat het me echt zo goed deed om lekker aan het werk te zijn. In het fotodagboekje op mijn site, wat ik elke maandag online plaats, kun je dat allemaal vinden en zien wat ik gedaan heb. Maar ik heb ook heel veel op Instagram gezet. En zo heb ik ook nieuwe piercings. Ja, dit moet ik even goed zeggen. Ik vind het altijd heel erg lastig om uit te leggen van, ik heb een nieuwe piercing. Maar ik heb ook zeg maar nieuwe piercings in al bestaande piercinggaatjes of oorgaatjes. Dus het is een beetje verwarrend. Maar goed, ik ben in ieder geval weer naar Joan geweest. Zij heeft mijn forward helix gezet afgelopen maart. Nou, die is heel erg mooi geheeld. Dus ik heb een korter staafje erin gekregen. Nu ben ik er nog veel blijer mee dan dat ik er al... ik was er al heel blij mee, maar nu ben ik er nog veel blijer mee. Omdat het staafje is korter en er zat een krom staafje in, maar er zit nu een recht staafje in. Waardoor die piercing gewoon veel meer tot zijn recht komt. Ik zie hem steeds vaker. Klinkt misschien een beetje gek, maar het staafje was heel lang. Zodat de piercing kan zwellen en niet klem komt te zitten, dat kan ontsteken, et cetera. Maar daardoor hing die heel vaak er een beetje uit. En nu zit hij gewoon heel mooi recht. Valt hij me gewoon meer op en zie ik hem ook meer glimmen. En ben ik er nog eens extra blij mee. En dus gewoon helemaal mooi geheeld. Ik heb mijn tweede oorgaatje aan mijn rechteroor laten doorprikken. Toen ik mijn tweede oorgaatje liet zetten, toen is het oorgaatje in mijn rechteroor op een gegeven moment gaan ontsteken. En toen heb ik de oorbel eruit gehaald. En toen is hij dichtgegroeid. Dus daar heb ik eigenlijk nooit gebruik van gemaakt. Die heb ik laten doorprikken bij Joan. En dat bleek heel erg mee te vallen. Hij zat helemaal niet heel erg dicht. En ik heb er gelijk een mooi sieraadje in laten zetten. Met een pareltje. Ik hou heel erg van pareltjes. Dus het komt mooi uit. En in mijn eerste oorgaatje heb ik een heel erg mooi gouden maantje. En dat vind ik ook een super mooie combinatie. Want het lijkt een beetje alsof die twee samen zeg maar een volle maan vormen. En dat vind ik wel heel tof. Past gewoon echt heel erg mooi bij elkaar. En dan heb ik aan mijn andere oor. Dit is mijn favoriete oor eigenlijk. Dat is het oor wat je het meeste ziet. Heb ik dus in mijn oorlel nog een piercing laten zetten. Dus een derde piercing in mijn oorlel. En daarin heb ik gewoon een heel mooi Swarovski steentje laten zetten. Die echt zo mooi glinstert. En hij is gewoon heel mooi. Ook in combinatie met de Ford Helix. Waar natuurlijk ook al drie steentjes in zitten. En dan heb ik gewoon een heel mooi gouden plaatje, zeg maar. Dus een plat gouden disc noemen ze dat eigenlijk. In mijn tweede oorgaatje. En in mijn eerste oorgaatje zit een ringetje met een staafje eraan. Ik moet zeggen, die angst die ik had toen ik me voor het helix liet zetten, nou, heb ik nu helemaal niet. Natuurlijk, gezonde spanning is er nog wel. Maar ja, ik keek er echt naar uit ook. Ik dacht, yes, hij is geheeld. Nu wil ik nog een extra piercing erbij. Ik probeer het wel rustig aan te doen en alles goed te laten helen. En ook alles goed te verzorgen. Maar ik vind het wel ontzettend leuk. Ik vind het gewoon altijd wel leuk om even iets persoonlijks ook te vertellen in deze video's. Dus vandaar even nieuwe piercing. Ik ben mega happy. En dan gaan we nu beginnen met de likes en dislikes van september. Het abonneren kan nog steeds onder deze video. En als je abonneert wat gratis is, blijf je op de hoogte van alles wat ik upload. Ik upload eigenlijk elke donderdag en zondag. Maar met abonneren hoef je echt niks meer te missen. Goed. Jeetje, waar zou ik mee beginnen? Ik begin met een product wat in de unboxing zat van vorige week zondag. Ik had die unboxing natuurlijk al wat eerder opgenomen. Ik twijfelde een klein beetje of ik het nu al kon laten zien in de likes en dislikes. Omdat ik het nog niet weken gebruik. Maar ik gebruik het wel echt na de unboxing die ik heb opgenomen. Dat is elke dag. Ik vind het echt een top product. Het is de Embryolisse crème. En dit is een multifunctioneel product. Het ruikt en voelt heel erg aan als een crème. Als een vette crème. Ik kan me nu ook voorstellen dat je denkt, het is gewoon een crème. Maar het is zeker niet gewoon een crème. Het is namelijk een crème
een make-up basis, een masker en een reiniger in één. Dus dat is nogal een boel. Ik moet toegeven dat ik hem eigenlijk maar voor 2 of 3 dingen gebruik. En dat is dus inderdaad als crème en als primer. Dit werkt zo ontzettend fijn. Het ruikt heel erg naar een crème. Het heeft heel erg een crème geur. Maar dat vind ik eigenlijk wel prettig. Het ruikt gewoon heel zacht en vertrouwd. Het smeert gewoon heel makkelijk uit. Laat ik hem heel eventjes zitten. En dan breng ik mijn foundation aan. En ik merk gewoon dat mijn huid er zo op vooruit gaat. Mijn huid is veel egaler, minder droog. En foundation zit gewoon veel mooier. En poeder. Mijn huid is gewoon eindelijk wat zachter. En alles gaat er gewoon een stuk beter en makkelijker op. Blend mooier. Ik vind hem ook als primer gewoon ontzettend fijn. Niet alleen dus omdat hij zo'n mooie basis legt. Maar ook omdat hij foundation gewoon heel goed laat zitten. Natuurlijk. I love it. Het is echt een like. Mocht je nog een hydraterende primer zoeken. Heb je een drogere huid. Kan het zeker aanraden. Dit producten gebruikte ik al in de video waarin ik me volledig opmaakte met allemaal nieuwe make-up. Toen beloofde ik al dat ik het verder zou gaan testen voor een like of een dislike in de likes en dislikes. Juist. Dat heb ik gedaan. Ik heb het ook voor het Benefit Benefit Foolproof Brow Powder. Benefit Foolproof Brow Powder. Kan het wel. In nummer 1, de lichtste variant voor blondines. 2 kleurtjes erin. Dus een lichte kleur en een donkerdere tint. Kun je dus eigenlijk een soort ombre wenkbrauw mee maken. Zo'n wenkbrauw die uit het niets opeens woesh tevoorschijn komt. Eigenlijk gewoon meer een mooi natuurlijk verloopje. Wat ik wel eigenlijk een heel goed plan vind. En ik moet zeggen dat het me best wel goed bevalt. Ik gebruik hem niet tot de helft zoals zij aangeven. Ik gebruik die lichte kleur echt alleen maar heel erg aan het begin. De donkere tint vind ik echt heel prachtig en gebruik ik voor de rest van de wenkbrauw. Dus meer de staart en echt het deel wat je goed mag zien. Het ligt een beetje aan het licht. Hoe ik hem vind qua kleur. Ik vind hem bijvoorbeeld op camera in deze setting heel erg mooi. Maar ik merk dat hij in daglicht toch soms vind ik hem iets oranje. En houdt toch net wat meer van een assigere tint voor mijn wenkbrauwen. Ja, daar zit ik nog een beetje over in de tweestrijd. Wat ik daar precies van vind. Als die lichte kleur ook iets cooler was geweest, had ik hem echt perfect gevonden. Maar ik vind hem alsnog wel heel mooi en heel natuurlijk staan. Ik wilde die dus expres nog langer testen. Ook omdat ik die dag een beetje oranje uitgeslagen wenkbrauwen had. En ik daardoor niet goed de poeder kon testen. Ik heb dagen met oranje wenkbrauwen gelopen. Ik heb geboend, ik heb geschropt. Ik ben heel wat wenkbrauwharen verloren. Maar die oranje kleur die ging er maar niet vanaf. En dat kwam door de Maybelline Tattoo Brow. Die heb ik getest ook in een video. In een eerste indruk video. En mijn eerste indruk was heel goed. Je brengt het aan. Je trekt na een paar minuten trek je het spul eraf. En dan is je wenkbrauw gekleurd. Dus zeg maar nummer 2 voor brunet. En die voor blondines is er in Nederland niet. Dus ik wist, oké, het zou een beetje te donker zijn. Ik vond hem ook wel te donker. Maar ik kon wel goed zien van, oké, de vorm zit er mooi in. De kleur heeft gelijk verdeeld. De kleur is ook goed. Dus een mooie, donkere, koele tint. Dus ik was eigenlijk al positief dat ik dacht, wow, dit is heel goed. En zeker als het een paar dagen blijft zitten, dan is dat echt wel iets handigs, denk ik. En wat bleek, bleef inderdaad een paar dagen zitten. Maar de volgende dag was de kleur niet meer die mooie donkerbruine, koele, assige tint. Maar was een stuk oranje deur. Het zat ook echt alleen in mijn wenkbrauwharen. Wat prima is, om je wenkbrauwharen een kleurtje te geven. Maar oranje wenkbrauwen, dat was nou niet waar ik voor getekend had. Waar ik op gerekend had. Ik had die dag ook echt nog een fotoshoot. Gelukkig kwam die foto in zwart-wit. Want ik zat er wel een beetje mee dat ik dacht, oh man. Echt weer iets dat ik, weet je, zoiets uitprobeer. En de volgende dag een shoot heb. En dus gewoon met oranje wenkbrauwen loop. Waarschijnlijk was het voor mij persoonlijk wat erger dan voor de buitenstaander. Zal het minder opgevallen hebben als je het niet weet. Maar mijn wenkbrauwen waren gewoon wel oranje. En het was er echt niet uit te krijgen. Een waarschuwing vooraf. Oranje wenkbrauwen. Dus ja, dit was voor mij toch echt wel een dislike. Eerste dag prachtig. Maar daarna loop je gewoon dagen met een hele andere kleur wenkbrauwen rond. MAC en Nicki Minaj hebben al eerder samengewerkt. Hebben lipsticks voor MAC Viva Glam gelanceerd. En nu is Nicki terug met een nieuwe samenwerking met nieuwe lipsticks. Ik heb ze hier, de verpakking. Ik vind het heel cool dat MAC dat nu steeds vaker doet. Dat ze die leuke tamponvormige verpakkingen een kleurtje geven. Hierbij zie je echt wel een mooie roze en een metallic bronskleur. Ook nog eens mooi glanzend. En superleuk weer met die handtekening van Nicki erop. Tinten vind ik ook heel erg mooi. Nicki is natuurlijk een stuk getinter qua huidskleur dan ik dat ben.
toch ja, vind ik ze echt helemaal niet verkeerd staan op mijn huid. Dit is de Pink Print. Echt een hele Barbie roze tint. En dit is Nikki's Nude. Die is iets warmer, iets meer perzikkleurig. Ik vind ze echt heel erg gaaf. Leuke samenwerking weer. Mooie kleuren, mooi uitgevoerd. Vorig jaar gebruikte ik bijna elke dag mijn lipsticks. De laatste tijd gebruik ik echt veel meer vloeibare lipsticks van andere merken. En ik moet zeggen dat dit weer echt even iets is. Dat ik denk, oh ja, fijn, fijn lipstick. Lekker romig, mooie kleuren. Dus een like. Vloeibare lipsticks dus. Nou, Essence heeft er nu 2. Die vind ik ook echt ontzettend top. Ze maken deel uit van de Coast & Chill collectie. 2 hele veelzijdige tinten. Een best wel neutrale persiktint. En een ook wel neutrale tint, maar die is toch iets donkerder en wat koeler, een beetje paarsig. Dus dat zijn smooth and move en smooth and groove. Ja, ze hebben een hele mooie matte finish. Het zijn echt van die lipsticks, vloeibare lipsticks, die zo moeiteloos aanbrengen en zo goed zitten dat je bijna denkt alsof het normaal is. En ja, dat vind ik gewoon heel erg goed aan. Ze zitten echt heel fijn. En like. Maar ik ga nog even verder met die collectie, want er zit nog veel meer moois in. Deze wil ik ook echt even laten zien. De Coast & Chill Eyeshadow en Eyebrow Palette. En dit is ook wel echt een heel, ja, best wel uniek iets. Een ombre oogschaduw en eyebrow palet. Er zitten hele mooie, coole tinten in die van licht naar donker gaan. Je kunt ze apart gebruiken, je kunt ze mixen, je kunt een beetje hebben met je penseel van de een naar de ander gaan. Dus geeft ze zoveel vrijheid. Ik vind de kleuren ook perfect, niet te warm. Ik heb het gebruikt op mijn wenkbrauwen en op mijn ogen. Ook echt dus op één dag hetzelfde, in één look hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat je misschien denkt, dat is een beetje gek, dezelfde kleur op je ogen als op je wenkbrauwen. Maar het was helemaal niet gek, het zorgde eigenlijk voor een heel mooi rustig geheel. Het is gewoon heel veel in één. Ja, je kan er een ooglook mee maken in natuurlijke tinten, hier kan je wenkbrauwen mee inkleuren. En die kleuren zijn gewoon heel erg goed. En hierbij voelt het gewoon eigenlijk weer zo moeiteloos aan, zo makkelijk aan, dat je denkt, natuurlijk werkt het goed. MUA is een merk waar ik het de laatste tijd steeds vaker over heb. Ze komen uit met heel veel leuke lanceringen de laatste tijd. Ik word steeds weer verrast. Iets wat ik heel mooi vind van MUA zijn de highlighters. De Undress Your Skin highlighters die een heel prachtig golvend slagroomachtig patroontje hebben. Die kleuren die ze hebben in het assortiment worden ook alleen maar meer en meer. En ze proberen echt nieuwe dingen uit. En dat vind ik ontzettend cool. Ik gebruikte in de video waarin ik dus allemaal nieuwe make-up aanbracht in één look, die ik net ook al noemde, gebruikte ik de highlighters ook. En het was gewoon zo mooi, ook in combinatie met elkaar. Dit is een Golden Scintillation. Zo mooi. Rosewood Glimmer. Prachtig, een beetje herfstige tint. En Pearlescent Sheen. Die lijkt misschien een beetje wit, maar dat is hij zeker niet. Echt zo'n, ja, parelmoer glans. Ik hou er ook echt van om highlights over elkaar heen aan te brengen. Voor extra veel glans en extra veel dimensie. Kan voor mij eigenlijk niet gek genoeg. En met deze is dat echt perfect. Ze zijn betaalbaar en ze hebben gewoon zoveel leuke kleuren en finishes waar je alle kanten mee op kan. Kijk zeker even de video dus waar ik het net over had. Dan kun je ze in werking zien. En dan zie je ze er ook over elkaar heen. En dan zul je gewoon zien dat het echt prachtig is. Oh! We gaan langzaam naar de feestdagen toe. Ik heb het idee dat ik het omgeetje begint te merken. Herfstcollecties, dat die ook steeds glanzender en glimmender. Toch ook een klein beetje feestelijk worden. Ik had producten gereviewd van Yves Saint Laurent uit de herfstcollectie. Er zaten ook echt hele mooie, toch ook wel glanzende producten in. En in de verpakking, een beetje holografisch. En één ding wat ik daar uit wilde laten zien. Hier zat een heel groot palet in bijvoorbeeld. Maar ik vond dit product echt de show stelen. Dat is de Couture Hologram Powder. En dit is een, ja, losse, vaste poeder. Hij is niet echt los, hij is niet echt vast. Het zit wel in een potje gedrukt. Maar dit zit echt vol met... Oh, ik laat het allemaal vallen. Er zit hier zo'n dopje op. Ik moet een beetje denken aan limonade. Dat je altijd zo dat dingetje nog af moet trekken onder de echte dop. En daaronder zit deze poeder. Het is een hele mooie metallic lila. Die zo, zo erg glanst. Hij is echt heel erg mooi. En ik vind de kleur ook mooi gekozen. Het is gewoon zo'n mooie, coole glans. Check dus vooral even mijn site. Daar kun je het helemaal goed zien met goede foto's. Die wil ik ook nog laten zien. Ook een like. Ik kreeg de vorige keer opmerkingen van, er zit maar één dislike in. Ja, als er gewoon niet meer is, dan kan ik er niet meer van maken. Dan ga ik er ook niet meer van maken. De ene keer zijn het veel likes, de andere keer zijn het veel dislikes. Het is hoe het is. Dit waren dan de likes en dislikes
van september. Aankomende maand zullen er ook heel veel producten voorbij komen die ik gekocht heb in Parijs. Wat je al zag in de Parijs shoplog. Die ben ik nu nog allemaal aan het reviewen, aan het uitproberen. En die zou ik dan zeker meenemen. Dus zorg dat je dat niet mist volgende maand. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Mwah! Doeg!